Ik host deze dag omdat we met het reclamebureau, waar ik ook mede-eigenaar van ben, Tape, partner ben in Present Your Startup. Daarnaast ben ik ook zelf investeerder en investeer ik in startups. En vanuit mijn interesse om mensen te helpen en te ondersteunen, heb ik mij bij dit programma aangesloten om mensen en bedrijven daardoor beter te maken. Tape is een digitaal communicatiebureau en als partner van Present Your Startup hebben we de nieuwe huisstijl ontwikkeld. Nou, samen met het team van Present Your Startup kwamen we erachter dat hun kracht zit in de creativiteit van het team en in de 7 formats die zeker tot succes leiden. Nou, dit hebben we vertaald naar het nieuwe logo, de nieuwe website en verschillende animaties. Ook begeleiden we de startups met hun pitch decks. We zorgen dat het design klopt bij hun verhaal en vice versa. Daardoor zorgen we dat ze uiteindelijk een aantrekkelijkere presentatie hebben. En dat mensen in de zaal niet afgeleid zijn door rommelig design of andere gekke dingetjes in beeld. Ik investeer eigenlijk alleen in startups die IT gerelateerd zijn. En dat vind ik echt super belangrijk, omdat ik ambieer dat stuk ook om mensen, om de wereld beter te maken in technologie. Heel veel dingen die ik voorspeld heb in de periode 1996-2002, met hoe IoT zou ontwikkelen. Al dat soort zaken waar iedereen toen dacht dat we eigenlijk crazy waren, dat is nu eigenlijk allemaal in ontwikkeling. En daarom is nog steeds de drijfveer om in IT gerelateerde zaken en in startups te blijven investeren.